Dankjewel, dat doe je inderdaad tegen om weer al een finale te spelen. Daar doe je het tenslotte voor als speler. Begin van het seizoen worden doelstellingen vooropgesteld en we hadden een finale voor ogen en dat hebben we nu bereikt. Ja, het grote ding is natuurlijk van alle Gorkia, jullie hebben een heel grote ploeg. Vandaag Antwerpen met de B-ploeg erbij. Het was duidelijk zichtbaar op het veld. Hè? Ja, inderdaad, het was duidelijk zichtbaar op het veld. Ondanks dat wij niet onze beste wedstrijd hebben gespeeld, hebben we hier vandaag gemakkelijk gewonnen. Maar natuurlijk, ja, het was een veredeld Antwerpen. De jongens hebben hun stinkende best gedaan en er kunnen alleen maar bewondering voor tonen. Ja, het is leuk voor het voetballen dat ze naar hier komen om te voetballen. Want ja, je kan zeggen, ze blijven allemaal van achter, ze doen niets. En dan moeten jullie komen, maar ja, het was een leuke wedstrijd. Ja, zeker weten. Maar dat is ook Antwerpen zijn stijl niet. Antwerpen kan niet afwachten. Antwerpen voetbalt mee. Al zouden ze hier met de scholieren komen voetballen, dan zouden ze ook proberen mee te voetballen. Dat is gewoon de huisstijl. Nu de finale. Ja. Wie denk je dat de tegenstander wordt? Want die speelt ja, pas maandag. Ja, heel moeilijk om te zeggen, want Lier doet het goed. Hasselt is een hele sterke tegenstander. Ik zou geen pronostiek durven te zetten.